Ja, het zit aan die Archimedes vast.
Goed.
kort houden. Dat moet u opnieuw opnemen. Nee, 5 minuten van de dag opnieuw. Had ik klanten in het stuk, wat ik na de pauze zult horen, dat zijn op deze manier opgenomen en bewerkt. En nu komen we terecht in de fase waarin we daarmee kunnen gaan musiceren. Op beide machines in het programma SEM. Dat is een programma wat hier op Stijn is ontwikkeld. Onder andere door Tom de Meijer, die vanavond de videocamera hanteert, de programmeur. En Frank Baldé, die vanavond niet aanwezig is. Dat programma maakt het mogelijk om met behulp van die samples, dus met die samples als basismateriaal, concerten te geven. Met de instrumenten die we ons nu aangeworden, kunnen we dat instrument SEM bespelen. SEM is eigenlijk in die computer ondergebracht. Dat is een kaart waarop heel veel klanken kunnen worden opgeslagen. Maar zodanig dat we ze ook makkelijk kunnen weergeven. En wij gaan nu via deze instrumenten gaan we die klank weer oproepen. Door op deze toets te drukken, komt die terug. Je kunt hem ook laten doorlopen. Is gelijk aanwezig. Ik ga hier even wat mee spelen. Samengevat op een manier dat je die klank als geheel herhaalt
Dus wat u in het begin deed. Vervolgens fragmenten uit het klankkaart haalt. Dus stukjes als daar steeds daar loopen. En dan kun je in zo'n loop bijvoorbeeld door dat hele cirkel heen bewegen. En als daar die schreeuw enorm uitdekt. Dan ontstaat er ook een soort elektronische klank. En dat is een fusie van dat menselijke, dierlijke en het technische. De schreeuw is iets wat je normaal uit zonder bij na te denken. Het is niet een klank die je in de regel bedenkt van tevoren. Het is niet iets wat je bewust altijd stuurt. De schreeuw is niet een onderdeel van je normale, bewuste vocabulaire. Op het moment dat je dat wel maakt in een stuk als de streamline, ben je bezig met iets gekunstelds. En dat is wat we hier doen. Dit stuk is absoluut niet af. Het is zelfs nog maar helemaal aan het begin van de loopbaan. Maar met dit materiaal willen we graag snel naar buiten treden. Voor onszelf, om verschillende redenen en vooral ook om gelijk al in het begin van het stuk in contact te hebben met u. Het stuk gaat de volgende winter af in première. En kan dus op dit moment beschouwd worden als een soort schets. Wat wij in de afgelopen tijd hebben gedaan, is allereerst met Jim Boer een aantal opnames gemaakt en hier in de studio. Wij hebben de allereerste sessies in de studio waarbij de opdracht niet erg ruim of niet echt heel precies was gesteld, was een van de opdrachten aan Jim Boer om het woord nee uit te spreken in een oplopende trap. We beginnen bij heel voorzichtig, van iemand die misschien nog kan begrijpen dat het nee is, dus het kan op een normale toon gezegd worden, tot ongeveer het anders uiterste, dat het totaal duidelijk is dat diegene niet zal luisteren en dat het eigenlijk bijna een soort noodbeen wordt van. Woordeloos dus eigenlijk. Het stuk is opgebouwd rond deze sequentie. De sequentie is een soort sleutel. Het enige is dat als het stuk goed verloopt, en dat is nu nog maar de vraag, nou, dan zal dat nee weer een soort oproep moeten zijn en niet een schreeuw om hulp. De schreeuw is ver overal in het stuk gemanipuleerd. Alsof je juist misschien nog een van de weinige supermenselijke klanken in machines zou kunnen manipuleren tot iets levens. Dat is een tegenspraak die mij erg interesseert. In hoeverre het machinale iets toevoegt, iets afbreekt, of in hoeverre we mogen denken dat we zelf zo levend zijn en niet machinaal, of in hoeverre we zelf misschien voor een groot deel machinaal zijn, maar zo nu en dan nog een beetje leven hebben. Die confrontatie met die afschuwelijke machines, maar misschien ook wel ontzettend mooie machines, en met mijn eigen ontzettende domheid soms en met mijn eigen vrolijkheid, om er maar twee andere begrippen bij te schrijven, is iets wat tijdens het maken van dit stuk me bezig heeft. Dat dit verder op het moment dat we straks op het podium staan allemaal verleden tijd is, mag hierbij duidelijk maken. Dan gaat het over dat het verleden materiaal wat in de loop der afgelopen maanden aan de identieke stem is ontvolgd een stuk gaan maken. We repeteren nu ongeveer een week of twee. En de bedoeling is dat we dat repetitieproces nog tot het eind van het jaar zullen uitbreiden.
C-computer daar zit in mijn klantboek, dat is dus hetzelfde, maar dan als C, maar hetzelfde achterin. Het enige is dat mijn klantboek gaat om filter aan. En daar kan ik in de topmuziek nog wat veel gebruiken om wah-wah-effecten mensen voorbrengen. Dan wordt allemaal nog wat wah-wah-stemmen. Daarmee kan ik ook wat kunstmatige bassen toevoegen aan de stem. Dat iedereen wel eens waar een waanzinnig bereik, maar dit man met laag hebben we de machines gebruikt om nog een klein beetje iets aan de laag te maken. Jantien zal straks achter deze microfoon plaatsnemen. Haar instrument zit ongeveer hier, maar spreidt zich in feite door het hele lichaam. Is ook iets wat erg afhankelijk is van de warmte in deze ruimte. Bang maken, als dat willen zijn. En tot slot wordt het web nog gebruikt. Dit is een de première kanaal voor het gebruik van het web. Ook nog volledig een soort voordat het eigenlijk klaar is. Het web is een instrument, daar heb ik een tijdje al een aantal over verteld. Het instrument is een poging om door middel van hele simpele gebaren naar het instrument. Een soort vermenigvuldiging, een soort diversiteit uit dat ene gebaar te halen via een mechanische weg. En op die manier een aantal onderdelen van een complex klankpatroon kunnen sturen. Dus kort samengevat, door heel simpel ergens aan een weg te zitten, kun je heel veel dingen tegelijkertijd veranderen. En dat is als elektronische muziek uitvoerende. Een grote verbetering, omdat tot nu toe wat je deed was meestal maar één dingetje veranderen of als het ware zo'n lichtschakelaar aan het uitstellen. En die serie is iets wat wel wat meer nuanceren vraagt. Vanuit de handen in dit computersysteem hier worden mijn eigen handbewegingen vertaald in opdrachten aan een aantal synthesizers in die zwarte doos daar. Het gaat om een aantal elektronisch opgewekte klanken en een aantal stemklanken. Alles wat jullie horen vanavond wordt live gespeeld. En Rosetta, Senese, zit daar voor als er iets misgaat. Zij werkt, herstelt ze dingen die, omdat we allemaal nogal veel produceren en de computers dat niet altijd aandoen, herstelt ze de fouten die daar even door komen. Het is zo dat je een aantal instrumenten tegelijkertijd bespeelt. En het is vrij moeilijk om de precieze dynamiek van de instrumenten onderling op elkaar af te stemmen.
En daarom zit hier Karin den Boef, die dus eigenlijk samen met mij het instrument bespeelt. Zij zorgt voor de luidheid, balans en tussen de diverse stemmen. Dus in deze zin is ze eigenlijk bijna even goed naar uitvoerende functie dus als ik. Ik wens jullie veel plezier met de Haagse première van de song.
Thank you.
Thank you.